De wet belasting over de toegevoegde waarde 2022 is een belangrijke wet die een enorme impact zal hebben op die samenleving, zei Aziz Kumar Gayadin, voorzitter van de commissie van rapporteurs in de Nationale Assemblée vanmiddag. Minister Armand Achaibesing van Financiën en Planning voegde eraan toe dat deze wet extra inkomsten zal hebben voor de staat. We hebben wel een strategisch document, daar is naartoe verwezen. Maar ik heb wel mijn kanttekeningen, omdat ik toch wil opmerken dat vanwege de regering, als het gaat om die hervorming, toch wel prioriteiten, ik zou niet zeggen verkeerd liggen, maar de prioriteitsstelling zou wel anders moeten. De bedoeling is van de omzetting van omzetbelasting naar BTW om de basis te verbreden en daardoor een rechtvaardiger systeem te creëren, niet alleen, maar ook daardoor, of als gevolg daarvan, meer inkomsten voor de staat te genereren, zodat de staat in staat is om ook veel meer te doen. Voorzitter, dus nogmaals, een tarief vaststellen moet je doen in samenhang met de vrijstellingsregeling en de 0% regeling. Commissielid Rabin Parmisser onderstreept dat de regering wel ingaat op de gedane voorstellen nadat zij aan het woord is geweest. Volgens Ronnie Assabina moet er concreet worden aangegeven wat het juiste percentage is dat zal moeten worden betaald voor BTW. We willen eerst luisteren wat de regering in zijn algemeenheid, die holistische benadering, waar de minister op aanstuurt. We willen het compleet verhaal, toch? Niet alleen het percentage, maar de samenhangende andere maatregelen, zoals nultarief en andere maatregelen op andere gebieden. Dat zal effect hebben op de belastingdruk. De vraag concreet, in hoeverre is deze planning, welke opgenomen is in het strategisch meridiale plan, in hoeverre deze planning nog actueel is, voorzitter. En punt 2, de regering is een commitment aangegaan met het bedrijfsleven en de vakbeweging, met als inhoud, voorzitter, dat de implementatie, dan wel de invoering van BTW, hand in hand zal gaan met verschuiving van de belastingdruk van de directe naar de indirecte belastingsfeer, voorzitter. Minister Achaibesing vulde daarna aan dat het percentage van BTW substantieel lager zal liggen dan 15%. Er wordt daarbij naar de verschillende inzichten gekeken van de belanghebbenden in deze, aldus de bewindsman.